Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen wij een player review over mijn favoriete speler ooit. Ik was vroeger enorm fan van deze speler en ik ben heel blij dat ik hem nu dus kon gebruiken in mijn Ultimate Team. Ja, we hebben te maken hier met Prime Icon Kaká. 91 rated. Ik vind dat te laag. Want Ronaldinho is 94 en ik vind niet dat Kaká slechter was dan Ronaldinho. Maar ja, dat is mijn mening. Dit is de... Het team waar ik hem in gebruikte, ik heb letterlijk mijn hele club moeten verkopen om deze man te kunnen kopen. Want hij is duur, hij is echt duur, hij kost 2 miljoen munten. En ik had 1,9 of zo, dus ik had Frenkie moeten verkopen. Een Langley heb ik verkocht, Neuer is untradeable. Dus ja. Ik laat nu even mijn tactiek zien, want dit is de tactiek waar ik mee heb gespeeld. En ja, dat is niet heel veel bijzonders. Dit is de tactiek van een hashtag, Harry heet hij. Hij had zilver, met zilver 1 had hij elite gehaald, of met een zilver team had hij elite gehaald en die heb ik dus nagemaakt. Gespeelde wedstrijd 20, gescoorde doelpunten 29. Ja. Hij scoort alles. Zijn statistieken, ja, hij heeft, of zijn stats 85 afmaken. Het lijkt weinig, maar in-game voelt het veel beter. Misschien komt het ook omdat ik een hunter op hem had gegooid. En ja, nu gaan we even naar de highlights. We gaan even kijken wat voor goals Kaká allemaal kan maken. Hier zien we dat hij voelt heel goed aan de bal. Hij heeft echt een geweldige balbeheersing. Dat is niet normaal. Dat en ja, ook met zijn linkervoet. Hij heeft vies de weakfoot, 5 star skills, maar zelfs met zijn linkervoet scoort hij echt heel veel. En hij draait zo makkelijk. Die 5 star skills zijn zo chill. Dus hij is super sterk. Dat, ja, hij komt overal langs. En zijn schot is echt heel erg goed. Schot? Dat is echt niet normaal. Oh. Ik weet niet waarom mijn wekker gaat, maar het zal wel. Hier zie je nog een goaltje van Kaká. Ja, kijk, ik speelde ook in een combinatie met Kaká. Ik zocht naar Kaká, want hij was de speler die het verschil kon maken in mijn team. En ja, dat kun je inderdaad wel zien. Ja, zelfs geplaatste schoten gaan er gewoon in. Het is echt ongelooflijk met die speler. Ja, het is heel lekker. Hij draait geweldig. Hij, ja, kijk dit ook. Dit is wel een heel easy goal. Maar ja. Ik kan gewoon zien dat hij enorm en ook echt enorm goed is. En ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, je ziet het. Zijn schot is echt ongelooflijk goed. Oh, die was heel vies trouwens. Die bleef niet mee. Hij scoort alles voor mij. Hij scoort alles. Wat moet ik eigenlijk nog over zeggen? Je ziet het draaien, de balbeheersing, het schot. Hij heeft het allemaal. Lekker man. Hij heeft het allemaal. Wat gaan we hier nog zien? Even kijken. Kijk eens, het schot. Zo hard. Zo lekker. Zo lekker. Ja, ik weet niet wat ik er nog allemaal over moet zeggen eigenlijk. Het is gewoon een hele goede speler. En hij is wel te duur. Je gaat natuurlijk niet veel meer betalen voor Kaká. Ik denk als hij een miljoen was geweest, was hij het zeker waard geweest. Dan bleef hij maar 10. Maar 2 miljoen is wel echt heel duur. Maar ja, ik moest hem uitproberen. Het is eruit gekomen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En oh, kijk eens, dat schot zo hard. Ja. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer als je niet geabonneerd bent. En leave een like. En ja, probeer Kaká uit. Je hebt die lane spelen van 7 wedstrijden. Ik heb nu bijna een hele weekend league kunnen gebruiken. Maar gebruik Kaká. En laat me weten wat je ervan vindt.